Ja, vrienden, waar moet ik beginnen? Met dit hele verhaal rond de Caroline. Zoveel aspecten zijn er rond de Caroline en haar gratis biergedoe. Ja, kijk, als klein kind, hè, en je wordt betrapt. Als je uit de snoeptrommel hebt gepikt. Ja, en je moeder zegt, oh, dat mag niet. Dan wijs je gelijk, deed dat naar mijn broer. En dan zei ik, ja, maar hij heeft het ook gedaan. Dat doen kinderen. Dat is dan, dat noemen we daarom ook kinderachtig. Ja, en als je dan volwassen wordt, dan doe je dat soort dingen niet meer. Hè? Nee, maar dat je iemand erbij lapt. Maar de Caroline, die heeft dat nu wel gedaan. Ja, want de Caroline is of erachter gekomen dat er gelekt is door de Club van Omzicht. Ja, of de Caroline heeft er genoeg van dat zij constant wordt lastiggevallen met dat gratis bierverhaal. Ja, dus wat heeft de Caroline nu gedaan? De Caroline, die heeft nu verteld dan dat die motie die ze had ingediend, hè, voor de verhoging van het minimumloon, weet je nog. En daar had ze dus verder helemaal niet onderbouwd hoe dat betaald moest worden. En werd ze uitgelachen in de Tweede Kamer. En die motie, heeft ze nu verteld, die is opgesteld door Omzicht. En zij heeft hem ingediend. Nou, dus zij lapt die Omzicht er nu bij. Hè? Ja, want die staat ook ineens vol in de wind. En wat? Het gevolg daarvan is, dat gaat weer zijn werk doen aan die formatietafel. Ja, want dit is ook weer, en dat is een punt met heel veel aspecten aan dit verhaal, indekken voor de verkiezingen. Want zij maakt nu ook Omzicht al een beetje zwart. Ja, want die gaat dit niet leuk vinden, dit hele gebeuren. Nee, die wordt hier niet goed van. Dus ja, ach vrienden, ja. Zelfs de Caroline is nu ook al begonnen met indekken.